zijn vertrokken vanuit Muret en onderweg naar Rodez. Thomas Dekker heeft voor deze 198,5 kilometer lange etappe twee sterke mannen uit zijn ASR pensioenploeg geselecteerd. Stuurman Pieter Kastelijns en stoker Klaas van Erk. In het laatste deel van deze rit moet er nog redelijk omhoog gefietst worden. De eerste 100 kilometer is iets glooiend. Dit is de eerste etappe weer na een blok van 3 dagen door de Pyreneeën gereden te hebben. Een overgangsetappe. De mannen die goed hersteld zijn en wat willen laten zien op hun terrein. Niet te veel remmen. Nou. Dat is allemaal verloren. Nee, maar... Ja joh, een beetje gang maken. Je bent stuurman en je ziet de weg en je ziet ook de ongelijkheden in de weg. Terwijl achterop kreeg ik wel eens het seintje van rij maar door. Maar ik wou het wel onder controle houden. Even schakelen, want anders zit je in het luchtledige te trappen. Juist. Nou zit hij helemaal op de kleine. Nou zit je op de kleine. Nou leg eraf. Ketting eraf. Rechts eraf, hè. Heb je er goed tussen gewurmd? Ja. Het probleem is dat jij, als je met z'n tweeën op een tandem zit, moet je toch even de druk met z'n tweeën eraf halen. En dat gebeurt vaak niet. En daarom slaat die ketting erover of ertussen. Ja, even een servicebeurt voor de fiets, hè? Toch, Pieter? Ja. Hé, hey, daar gaat hij. Hey, Thomas, goed. En met de nieuwe ketting vervolgen onze helden weer een weg. Het is natuurlijk ook genieten. Ik zat achterop, dus ja, ik hoef niet zoveel te sturen. Dus daar heb je die tijd om ook niet heen te kijken. In dit prachtige landschap is er zelfs gelegenheid voor een klein geschiedenislesje. Die bomen hier, lekker hè? Weet je wie die neergezet heeft? Napoleon. Zie overal die stukken, dat was om zijn leger in de schaduw te laten marcheren. Opvallend detail vandaag, het rugnummer zit ondersteboven op de ruggen van de heren. Het ongeluk omkeren. Dat is wielerbijgeloof, of niet? Gert? ASR, de Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen.